juist verder aanscherpen. Ze wil krakers kunnen vervolgen als die een pand kraken dat langer dan 12 maanden heeft leeggestaan. Maar de gemeenten zijn bang dat ze daardoor een stok achter de deur kwijtraken in hun strijd tegen leegstand. Dit is de Pretoriusstraat in Amsterdam-Oost. Het huis op nummer 28 wordt al 4 jaar gekraakt. Onder meer door Jan Kavaar. Hij ziet kraken nog steeds als noodzaak. Er is maar één manier waarop kraken ooit op zou kunnen houden. Dat is als iedereen een huis heeft. Maar minister Dekker vindt dat de krakers veel te veel rechten hebben. Zij willen het ook strafbaar stellen om panden te kraken die langer dan 12 maanden leegstaan. Dat is het nu nog niet. Over 2 weken stuurt ze daarover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Maar wat mij betreft gaat kraken op de schop. Want het eigendom van mensen gaat voor, mits ze dat naar behoren behouden en onderhouden. De gemeenten denken dat huiseigenaren daardoor minder moeite zullen doen om leegstand te voorkomen. Kraken heeft heel veel nadelen, laat het helder zijn. Maar kraken zorgt er wel voor dat vastgoedontwikkelaars, speculanten, heel snel proberen een nieuwe functie te vinden. En als die niet vinden, dan zoeken ze een tijdelijk onderkomen voor bijvoorbeeld anti-kraakbewoning. Maar minister Dekker vindt die vrees ongegrond, omdat ze vastgoedeigenaren gaat dwingen om een goede bestemming voor hun panden te zoeken. Ze moeten zelf aan de slag, zelf de functie aangeven wat ze met het pand willen doen, of de panden. En tegelijkertijd hebben ze ook de mogelijkheid om tijdelijk te verhuren. Ja, maar dat is te veel blauwe ogen verhaal. Dat geloven we niet zomaar. Doe dat dan gelijk op. Als je kraken afschaft of verbiedt, verbied dan even zo hard en even zo strafbaar de leegstand. En dat is dus op dit moment in de plannen absoluut niet aan de orde. In de jaren 80 waren er 40.000 krakers in Nederland. Het was de tijd van de krakersrellen, van geen woning, geen kroning. Nu zijn er naar schatting nog maar 1000 tot 1500 krakers. Maar de problematiek is nog hetzelfde, zeggen ze. Het is echt zeker van deze tijd. De woningnood is erger dan in de jaren 80. Dus worden de messen geslepen, want de kraakbeweging is vastbesloten om door te gaan. Wetsvoorstel of niet.